Zeg roodkapje, waar ga je heen? Ik loop bij de Japanse Eiffeltoren. En ruik wat. Wiro. En dat betekent dat dit waarschijnlijk een heilige plek is. Ik zie allemaal beelden van kinderen. Met rode mutsjes op. En met molentjes die in de wind draaien. Mensen komen hier langs met de hoop op een goede groei van een kind. En die wens mag je dan op een kaartje schrijven. Ah, dit beeldje heeft geen muts op. Deze zelfs een Shiba hondmuts. En deze een heerlijk warme jas. Ik vind het heel schattig en mooi om te zien. En zou het ook echt werken?